Wat mij het meest is opgevallen in de afgelopen paar weken is toch die campagne van Kony 2012. Volgens mij misschien wel de grootste viral ooit. Een van de meest, in ieder geval de snelst gegroeide video in termen van aantallen kijkers, maar ook de impact die het heeft op het publieke debat over hoe we maatschappelijke betrokkenheid organiseren, hoe je publieksaandacht genereert voor doelen die je wilt behalen vanuit een perspectief van de wereld verbeteren of nastrevenswaardige doelen behalen. Afgelopen jaren veel kritiek geweest op de Facebook-generatie die niet verder komt dan een muisklik of het veranderen van een avatar. Vaak ook wel terechte kritiek. Een van de grote uitdagingen als het gaat om sociale media inzetten voor dit soort doelstellingen is wel om te proberen om betrokkenheid in de hedendaagse samenleving meer te laten zijn dan een muisklikje of een andere avatar of een keer een hashtag gebruiken. Mm-hmm. En deze campagne is het voorbeeld dat daar in ieder geval het beste in lijkt te slagen om in ieder geval heel veel publieksaandacht te genereren, maar ook om dat om te zetten in laagdrempelige betrokkenheid. Maar dan is het de vraag in hoeverre ze erin zullen slagen om de volgende stap te zetten. Mensen die worden opgeroepen om posters te laten op te plakken en embleempjes hebben van die angertjes op te doen. En daadwerkelijk ook publieke lobby te voeren, moderne lobby waarbij publiekelijk bekende figuren worden opgeroepen om zich ook achter de doelstellingen van deze organisatie te scharen. Los van alle kritiek die er op de organisatie is en de doelstellingen, gaat het puur even op de manier waarop je een campagne uitvoert, vallen er enorm veel lessen uit te trekken. En ben ik nog steeds bezig eigenlijk met het analyseren van deze campagne om die in te zetten voor onze eigen campagnes voor Johnny Wonder. Oké, okay. Welke lessen vallen er onder andere zoal uit te trekken? Nou, het belangrijkste is misschien wel dat de gepresenteerde doelstelling, dat die realistisch en aantrekkelijk moet zijn. En dat je die moet kunnen terugbrengen tot handelingsperspectieven, dus dingen die je mensen oproept om te doen, die daar logisch mee verbonden zijn. En dat realistische doel is Kony moet weg. En het wordt heel logisch gepresenteerd, dus dat ook realistisch haalbaar is binnen een jaar. Maar dat de organisatie daar eigenlijk klaar voor is om dat ook te doen, maar dat daar de hulp van heel veel mensen nog wel bij nodig is. En dat al die handelingen die nodig zijn, namelijk het verspreiden van die video, misschien ook het kopen van die kit met posters om 20 april volgens mij heel Amerika vol te kladden, het publiekelijk oproepen om bekende figuren op te roepen om zich ook publiekelijk te scharen achter die doelstellingen, dus een beetje publiek draagvlak te organiseren en politieke druk uit te oefenen via sociale media. De video slaagt heel erg goed in natuurlijk om dat verhaal mooi te vertellen, maar ook logisch en aantrekkelijk en realistisch te presenteren dat wanneer de gebruiker die dingen doet, dat dat daadwerkelijk impact kan hebben. Dat de bijdrage van wat misschien maar een muisklik kost of misschien iets meer, dat die dingen bij elkaar opgeteld daadwerkelijk een gewenste verbetering in de wereld teweeg kunnen brengen. En die belofte, die realistisch presenteren en vervolgens mensen daadwerkelijk aanzetten tot dat gedrag. Beginnen met heel veel publieksaandacht genereren, maar vervolgens ook die betrokkenheid organiseren. Daar zijn ze al fantastisch in geslaagd. En ja, het is nu de vraag of ze daar nog verder in komen. Of die druk wordt opgevoerd, die lobby effectief zal zijn. En of Kony wordt verwijderd en of wordt gearresteerd of wat dan ook. En of dat daadwerkelijk een zinvol doel is. Er is veel kritiek over, maar daar ga ik verder niet over. Er vallen in ieder geval heel veel lessen uit deze campagne te trekken. En als je het over campagnes hebt, dit jaar 2012, dus de grootste campagne is in principe de Amerikaanse presidentsverkiezing dit jaar. Zijn er voor hun ook lessen te leren uit dit soort zaken, uit wat hier gebeurt? Ja, zeker. Maar de Kony 2012 campagne lijkt ook heel erg veel op een presidentscampagne eigenlijk. Kijk, er zijn ook heel veel lessen die deze campagne ook van de Obama-campagne heeft geleerd. Namelijk dat kwaliteit telt. Hè? Een uniforme huisstijl, een basisboodschap, goede, prachtig vormgegeven en met mooie muziek en mooie montage, gemaakte video's, de oproep. Aan mensen om dat weer om die te delen. De Kony 2012 video heeft veel van de Obama-campagne geleerd. En ik denk dat de Obama-campagne ook weer hiervan kan leren. Maar wat dan?
ja, één ding is, ik vond eigenlijk deze video nog mooier, nog beter gemaakt. Het is natuurlijk ook een professionele regisseur, die ook diverse Hollywoodfilms heeft gemaakt. En ja, die veel campagnevideo's waren ook al heel erg goed en heel erg gelikt. Maar dit is de Koning, dus veel politieke campagnevideo's waren ook heel mooi. Maar deze Koning-video, dat zet eigenlijk wat mij betreft een nieuwe standaard neer. Dus daar, en ook ja, niet alleen aan Amerika kan daarvan leren. Kijk, Amerikaanse politieke campagnes zijn natuurlijk al heel goed. Ik denk vooral dat bijvoorbeeld in Nederland ze daarvan kunnen leren. Dat Nederlandse organisaties ervan leren dat ze ook investeren in in goede video's, in een goede online campagne en een hele achterliggende infrastructuur. Niet alleen een goede video. Mensen denken gelijk, of organisaties denken al snel, oh, nu moeten wij ook een virale video laten maken. Maar het gaat om een campagne waarbij publieks aandacht genereert, omzet in betrokkenheid, handelingsperspectieven creëert, de logica aanbrengt tussen de handelingen die mensen kunnen verrichten en het doel dat bereikt moet worden. Dat je momentum opbouwt met meerdere momenten die je plant. Het is een heel erg best wel een complex systeem dat je moet uitdenken en een infrastructuur die je op zijn plek moet hebben. En naast de Koning-campagne is het enige voorbeeld waar dat al aanwezig is, zijn juist de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En vooral die van Obama. En het is vooral dat de rest van de wereld daar van beide heel veel kan leren, denk ik.